Met deze barre temperaturen moet iedereen ergens binnen kunnen slapen. Ook dak- en thuislozen, waarvoor dat niet altijd vanzelfsprekend is. De meeste gemeenten hebben speciale winterregelingen voor daklozen. Omdat buiten slapen in dit weer naast zeer oncomfortabel ook nog eens gevaarlijk is. Meneer Blokhuis, hebben de mensen buiten moeten slapen vannacht? Of was er voor iedereen plek? Nou, sowieso kan het niet bestaan dat we mensen vannacht hebben moeten buiten slapen. Er zijn altijd wel een paar mensen die zeggen, aan mijn lijf geen Polonaise, ik slaap buiten. Maar zelfs die mensen die zullen nu wel de warmte opgezocht hebben. En wij hebben ook heel veel contacten. Ik heb gisteren nog gebeld met Como. Dat is cliëntorganisatie in maatschappelijke opvang. Die heel kritisch ook het kabinet volgen. Maar die zeggen, nee, echt voor iedereen is een plek. Ja, dus hoe groot is dit probleem dan? Nou, het is een heel groot probleem. Omdat je heel veel gemeenten ziet. Die moeten echt alle hens een dek halen om voldoende plekken te organiseren. Tot aan hotelkamers toe. Want dit is dus ook in coronatijd. Het is niet alleen ontzettend koud, maar het is in coronatijd. Dus je moet de opvang ook zo organiseren dat die mensen niet in een kamer met z'n tienen liggen, maar echt op voldoende afstand van elkaar. Dus ook daar moet van alles geregeld worden om dat op een veilige manier te doen. Wat zijn toch de grootste obstakels daarin? Nou, het belangrijkste is eigenlijk wel de fysieke ruimte. Ja. Want we hebben in Nederland gewoon te weinig woonruimte. Dat is een heel groot probleem. Dat is ook een van de hoofdoorzaken van de dak- en thuisloosheid. Ja. En als je dan heel veel mensen krijgt die moeten gaan slapen terwijl ze geen plek hebben om te slapen, dan moet je dat met elkaar gaan organiseren. En dat is wel echt een hele forse operatie. Ja, hoe we dat kunnen doen, zeg maar, in de toekomst, zeg maar, los van dit koude weer, dat bespreken we straks. Maar laten we eerst even kijken naar hotels die nu, omdat het zo koud is, hun deuren openen. Op de straat te zitten, dat is ook verschrikkelijk gewoon. Kan wel vijf slaapzakken hebben of dat is echt geen wier om buiten te slapen. Nee. Onze bijdrage is geweest dat wij een aantal kamers hebben opengesteld voor daklozen die wij deze hele week opvangen. Ontroerd. Ik vind het echt leuk dat de mensen gaan dat soort acties doen. Gewoon voor ons, de close mensen van de straat. Behalve dat ze bij ons overnachten, verzorgen we ook drie maaltijden per dag. Er staan ook wat fruit en wat drankjes die ze zelf kunnen pakken en mee terug kunnen nemen naar hun kamer. Dit is natuurlijk barmhartig, maar je zou eigenlijk denken, dit is de taak van de gemeente. En zeker 5 van de 15 grootste gemeenten in ons land is het afgelopen jaar niet gelukt om direct daklozen die om hulp vragen opvang te bieden. In Den Haag is zelfs een wachtlijst sinds mei 2019. Waar gaat dit nou mis? Ja, een aantal dingen. In de grote 4 gemeenten is sowieso de woonruimte gewoon heel schaars. Dat, als ik met gemeenten spreek, dan is dat ook het eerste wat steeds noemen. Gewoon de woonplekken. Dus wat we met elkaar hebben afgesproken ook is, kijk, los even van deze kou. Want in de kou dan zie je ook heel veel creativiteit. En een groot compliment voor gemeenten en hulpverleners, zorgorganisaties. Dat ze alles uit de kast halen. Je ziet hier op de film ook alles uit de kast halen om mensen wel die plek te bieden die ze nodig hebben. Maar we moeten eigenlijk meer in de toekomst ook kijken van hoe ga je dit probleem helemaal tackelen. En los van kou, los van corona, is het denk ik heel goed dat we nu een plan hebben gemaakt. Voorziet erin dat we eind van dit jaar 10.000 extra woonplekken hebben. Er zijn 40.000 mensen die dak- en thuisloos zijn. Die zijn niet allemaal dakloos. Er zijn ook mensen die bij familie slapen of bij vrienden. Maar van die mensen die dakloos zijn, daar gaan we 10.000 woonplekken voor organiseren. Dat is echt een hele grote opgave. Ja. Want waar komen die vandaan? Want we weten dat we een enorm woningtekort hebben. Ja, er wordt sowieso nieuwbouw vindt er plaats. Maar niet in die mate die we zouden willen. Dus dat is een klein deel. Er worden bijvoorbeeld leegstaande zorgvoorzieningen worden omgebouwd. Maar ook hele kleine studio's of zelfs wooncontainers. Dus tijdelijke voorzieningen worden neergezet. Gemeenten halen echt alles uit de kast om daar heel creatief mee om te gaan. En ook corporaties die zeggen, wij staan ervoor omdat wij die 10.000 woonplekken gaan realiseren voor deze groep. Niet linksom, dan wel rechtsom. Dus dat is een hele forse opgave. Ja, en u zegt het al, zeker in coronatijd is er dus meer ruimte, gewoon praktisch gezien, nodig voor de opvang van daklozen. Is er eigenlijk iets bekend over of er veel besmettingen plaatsvinden onder daklozen? Nou, buiten vinden er niet zo gek veel besmettingen plaats. Maar het is natuurlijk wel een groep die behoorlijk onder druk staat. Ja, waarvan het over het algemeen het immuunsysteem ook niet al te goed werkt. Tenminste, als mensen niet in een goede conditie zijn, dan zijn ze extra vatbaar voor
voor dit soort infecties. En ja, ik denk dat wat dat betreft dat het een hele slechte zaak is natuurlijk. Dat we op het ogenblik toch nog zoveel daklozen hebben. En dat we die zeker bij deze weersomstandigheden, dat we daar echt iets mee moeten. Ja, want wat ook heel gevaarlijk is met dit weer, als mensen bij dak- en thuislozen, daar komt het ook voor dat mensen drinken. En als je een flinke slok op hebt, dan voel je ook geen eens goed dat het zo koud is. Ja, dan kan je gewoon doodvriezen. Dat gebeurt helaas ook. Ja, bizar, hè? Maar in Nederland ook. In Nederland, ja. Anno 2021. Ja. Ik begreep ook dat het aantal daklozen in 10 jaar tijd verdubbeld is. Nu wilt u er dus van alles aan doen. Maar is dat dan echt, hoe gaat u ervoor zorgen dat dat ook echt gebeurt? Als die aantallen zo stijgen, toch? Nou, dat doen we op 3 manieren eigenlijk. Ten eerste, we moeten eigenlijk voorkomen dat er überhaupt weer zoveel mensen in die dakloze opvang komen. Mm-hmm. En dat kunnen we bijvoorbeeld doen door veel eerder schulden te detecteren bij mensen. Ja. Veel eerder signaleren van, oh, je gaat de verkeerde kant op met je geld. En we moeten daarop interveneren. Dus mensen uit de schulden helpen. Ja. Daar is minister Koolmees volop mee bezig. Het ministerie van Sociale Zaken. Schulden voorkomen. Huisuitzettingen voorkomen ten gevolge van betaalafstanden. En dat is echt wel een knop om. Dat gebeurt. Dat is 1. En 2. De opvang die we hebben, die moet kleinschaliger. Je ziet nou, je zag op het filmpje net ook grote slaapzalen. Ja. Dat moet kleinschaliger om mensen ook wat meer comfort te bieden en een menswaardig bestaan. En ten derde, woonplekken. En daar zitten we volop. Dus op 3 sporen zetten we ons volop in om daklozen een menswaardig bestaan te bieden.